Carine Viersen in de studio. Gelauwerd musicienne, speelt al vele jaren de hele wereld, alle grote orkesten, grote dirigenten, in de kamermuziek heb je grote naam. Nu heb je gezegd, nu ben ik zover dat ik nu de cellosonates van Bach ga spelen, ga opnemen. Waarom is het nu het moment? Dat is meteen een hele moeilijke vraag. Helemaal precies kan je dat natuurlijk moeilijk zeggen, omdat het op een gegeven moment heb je het. Het is ook een gevoel van, volgens mij heb ik nu. Het gaat er mij vooral om dat ik weet dat ik het verhaal wat ik wil vertellen ook inderdaad kan vertellen. Plus natuurlijk die ongelooflijke jarenlange studie die eraan vooraf gaan, die je ook weer eigen moet maken. Ik heb natuurlijk heel lang van Heinrich Schief les gehad. En dat is een enorme berg van informatie en ideeën. En heeft heel erg veel jaren geduurd voordat je daar helemaal doorheen bent. Ook als je dus geen leerling meer bent. Dus dan komt op een gegeven moment zoiets van, ja, volgens mij heb ik het me nu eigen gemaakt en ben ik niet aan het kopiëren, wat natuurlijk toch heel snel gebeurt als je zeker van iemand als Heinrich Schief les hebt. Dus daar wilde ik ook heel erg van loskomen en echt het gevoel hebben van nee, dit ben ik. En op een gegeven moment heb je er steeds meer dat gevoel. En op een gegeven moment word je daar ook nog eens een keer heel erg in bevestigd, omdat je ineens zonder dat je het weet iets van Bach hoort en denkt van ja, maar ik speel het heel anders. Thank you.
In de Waalse kerk heb je ook je cd opgenomen. Presentatie volgende week is ook daar. Bach hoort in de kerk? Ja en nee. Heel strikt genomen geschiedkundig horen de cellosuites dus niet in de kerk. Want die heeft hij niet voor de kerk geschreven. Waarschijnlijk zal het ook nooit zeker worden waarvoor hij het wel heeft geschreven. Behalve dat hij het gelukkig voor de cello heeft geschreven. Maar de kerk was voor mij een hele duidelijke wens om iets misschien ook voor mezelf in eerste instantie duidelijk te maken. En dat hopen te kunnen uitdragen naar anderen. En mede ook dankzij dat ik nu bij jou in de studio mag komen. Dat voor mij er iets heel direct ontstaat als je een kerk binnenkomt. En dat is het respect voor het gebouw alleen al. En de reden waarom het is gebouwd. Of je het daarmee eens bent, doet eigenlijk niet ter zake. Je gaat nog iets spelen. Wat ga je doen? Ik ga binnen deze suite verder met de twee boerets. Dankjewel.
Quirin Viers met Bach en cello. Je hebt de cello suites van Bach opgenomen op cd. Volgende week in de Waalse Kerk is de presentatie. En dan ga je het hele land door. Ik denk dat wij in de klassiek ook nog alles naar je zullen luisteren. Je laten horen als mensen het winnen in het land. Kunnen ze je ook volgen. Heel erg bedankt dat je naar de studio kwam. Mooi.